De ambulancedienst neemt een nieuw apparaat in gebruik dat nodig is om een slangetje in iemands keel te stoppen wanneer hij beademd moet worden. Dat heet een laryngoscoop en die zorgt er eigenlijk voor dat je de tong van de patiënt opzij schuift en langs de buitenkant van de patiënt in de keel van de patiënt kijkt of het buisje op de juiste plek terechtkomt. De nieuwe heeft een lampje en een camera zodat je van binnenuit mee kan kijken of alles goed gaat. Probeer de stembanden in beeld te krijgen en daar het buisje precies tussen te plaatsen. Ik zie nu dat het buisje precies door de stembanden heen gaat. En weten we dat we de patiënt op een veilige manier kunnen beademen. Het is een grote verbetering, want zo vaak hoeft een ambulanceverpleegkundige zo'n slangetje niet in te brengen. Dus het is best wel lastig om te doen.